Ik kende Tim helemaal niet. Ik heb die jongen nog nooit gezien. En dan kom je eigenlijk dichter bij iemand door iemand heel lang aan te kijken. En eigenlijk kan je dan een soort van iemands gevoelens zien. Alsof je daarna gewoon vrienden bent en gewoon met elkaar kan opschieten. Hoe voelt het dat zij jou zo vastpakt? Eerlijk? Ik zie een verkleuring in je gezicht. Voelt het veilig? Ja. Dan is het goed. Hij heeft ook verteld dat hij niet alleen gepest is, maar ook dat ze zijn broertje hebben bedreigd en hij is daar op een gegeven moment wel op afgestapt en heeft er wel iets van gezegd. En dat vind ik heel knap. Vind je het niet oneerlijk eigenlijk dat jij degene bent die eigenlijk niks heeft gedaan, maar de pesters die jou pesten, die zitten nu rustig thuis op de banken en jij doet moeite om je daar eigenlijk van af te slaan? Vind je dat niet oneerlijk? Ik heb de ene kant wel, de andere kant niet, omdat ik hier wel heel veel heb geleerd. En dat is voor mijn toekomst wel heel erg fijn. Maar de andere kant vind ik wel zo van hun hebben de hele tijd mij, maar op mijn beginjaren hebben ze mij van het werk gehouden. Gewoon allerlei vervelende dingen gedaan. En dat hadden ze eigenlijk niet moeten doen. Dus. Het meest beledigende wat iemand echt tegen je heeft gezegd? Bijvoorbeeld, dan loop je door school of zo en dan zegt ze, oh, aan de zijkant, want er komt een aardbeving aan, dat soort dingen gaan ze dan zeggen. En dat, ja, ik vind dat wel. Dat soort dingen raakt mij wel. Maar door kickboksen en door de trainingen, vooral bij Christa, heb ik het wel geleerd om dat te negeren. Wat doe jij nu je al een paar stappen verder bent? Op het begin van de cursus was het vooral dat ik in tranen was en dat gewoon bozigheid waarom dat ze dat deden. En nu laat ik het een beetje gaan in het vervolg. Zo van eerst leer je dat je gewoon van je af moet schoppen. En daarna is het zo dat je van die rustige oefeningen wat we net hebben gedaan doet om gewoon positieve energie te kweken in plaats van negatieve. Wil jij meer of minder vrijheid van meningsuiting? Ik wil meer, omdat ik het vind zo van je mag je eigen zegje doen. Want als je iets vindt, dan vind ik dat je dat mag vertellen. Ook al is het iets negatiefs. Ja, maar wat het ook is, de jongens of meisjes die jou dan hebben gepest, die hebben wel dingen tegen jou gezegd die je niet leuk vindt. Dus dat is ook vrijheid van meningsuiting. Als iemand er echt helemaal klaar mee is dat hij er gewoon in tranen schiet, dan vind ik dat je echt moet stoppen met het vertellen van wat je eigenlijk wel vindt. Maar dat is eigenlijk ten koste van iemand anders. Goed zo, meis! Wat is nou de ideale tip voor misschien meisjes of jongens die precies in dezelfde situatie zitten als jou, die misschien niet naar zoiets toe kunnen? Wat denk jij dan dat voor hun de beste optie is? Sowieso deelt met je ouders of deelt met iemand die je vertrouwt. En echt met iemand praten waar je echt wat aan hebt. En hulp zoeken vooral. En niet opgeven. Dat, ja. Adrenaline. Dat is wel goed. Wat vind jij? Moeten wij beter opletten voordat we wat online zetten? Of moeten we niet zo zeiken en een dikke huid kweken? Laat me weten door middel van een Toilet Talk en deel hem op YouTube of op Instagram met de hashtag DenkTank en de hashtag Toilet Talk. En ja, succes! Human.